Griffin Games. Het is een spel voor 3 tot 8 spelers en je bent er ongeveer 20 tot 40 minuutjes mee zoet. De titel verklapt het al een beetje. We gaan naar Incan Gold zoeken. Het is een beetje een gokspelletje met heel veel geluksfactoren erin. Wat je gaat doen, elke speler is een avonturier. We gaan tempel in, elke ronde, 5 rondes lang. En we gaan proberen zoveel mogelijk goud te verzamelen. En als het even mee zit, ook nog een artefactje hier en daar mee snoepen. Onderweg worden we natuurlijk belaagd door allerlei vallen. En krijgen we te veel vallen voor onze kiezen. Dan gaan we dood en houdt het voor ons op. En dan moeten we de volgende tempel beter ons best doen. We gaan snel kijken wat er in de doos zit. Het spel is gemaakt door Alan R. Moon en Bruno Faiduti. Wij krijgen van hen de spelregels. Dit spel is in het Engels uitgebracht, dus je zult wat Engels moeten lezen, maar zoals je ziet stelt dat niet zoveel voor. Wij krijgen diverse soorten kaarten. Deze 5 kaarten worden gebruikt om de 5 beurten aan te geven. Dit zijn 2 kaarten die elke speler krijgt en elke beurt moet hij zeggen of ik ga de tempel weer uit of ik ga verder de tempel in. Dus dat zijn een soort stemkaarten. Dit zijn hele grappige dingen. We zullen er even eentje uithalen. Dit is voor elke speler een tent. En die tent zetten ze op om hun diamantjes te verstoppen. Dit zijn de juwelen waar het om gaat. Groen is 1 punt, zwart is 5 punten en de gele zijn 10 punten waard. En dit zijn dan de kaarten waarmee we de tempels elke keer gaan bouwen. En op die kaarten hebben wij artefacts, 5 stuks. Vallen, 3 van elk soort val. En we hebben kaarten met goud. En het getal bovenin en rechts onderin wil zeggen hoeveel goud er ligt. En dat is het. Het wordt tijd om een spelletje te gaan spelen. En dit is hoe het spel er aan het begin uitziet. Ik heb een spelletje opgezet voor 4 spelers. Deze kaarten worden goed geschud. En voordat je gaat schudden, doe je 1 artefact erin. We zijn in de eerste fase. En deze piramide die hier zit, is niet meer dan alleen om aan te geven welke beurt we in zitten. En zoals je ziet, 5 onderdelen, 5 beurten. Alle spelers krijgen hun tentje. En alle spelers krijgen de 2 kaarten met ik ga door of ik ga weg. De bedoeling is natuurlijk zo rijk mogelijk te worden. De speler met de meeste goudstukken, juwelen aan het einde van het spel, is de winnaar. Het gaat als volgt. We gaan met z'n allen naar binnen. De eerste kaart wordt opengetrokken. Dan zien wij een 5. En dat betekent dat er juwelen komen. We zijn met 4 man naar binnen. Dat wil zeggen dat alle spelers krijgen 1 juweel. Want 5 is te delen door 4. Die leggen ze naast hun tent. Want deze hebben ze nog niet veiliggesteld. De overige juwelen, in dit geval nog maar eentje, komt op de kaart zelf te liggen. Nu is het aan alle spelers om te zeggen, gaan wij verder met verkennen of zeggen wij, we gaan weg. Als ze verder gaan, gaan ze mee naar de volgende kaart. Gaan ze weg, dan komen ze buiten en krijgen ze alle juwelen die naast hun tentje liggen. Die mogen ze in de tent leggen. Plus alles wat ze onderweg meegrabbelen, mogen ze houden. Dus als er in dit geval 1 iemand weg zou gaan, dan mag hij alles meenemen wat er ligt, want dat is te delen door 1. Zouden er bijvoorbeeld 2 mensen weggaan, dan moeten de 2 mensen alles delen wat er ligt door 2. Dat kan niet, dus dan blijft dit liggen. Maar ze gaan allemaal door. De tweede kaart gaat open. Ah, een val. Giftige slangen. Er is op zich nog niks aan de hand. Vallen zijn nog niet gevaarlijk. Totdat er een tweede val van dezelfde soort wordt opengedraaid. Dan is iedereen die nog in de tempel zit dood. Maar we gaan door. Er wordt een 9 opengedraaid. Dat wil zeggen dat iedereen weer juwelen gaat krijgen. 9 delen we door 2. Door 4. Dat betekent dat iedereen er 2 krijgt en er weer eentje blijft liggen. De keuze komt weer. Gaan we door of verder? Deze speler zegt bijvoorbeeld, ik durf het niet meer aan, ik ga er vandoor. Iedereen doet het in het geheim en dan tegelijk leg je alles open, want anders beïnvloed je het spel. Die gaat naar buiten in zijn eentje. De rest wil dieper doorgaan, dus die krijgt alle schatten onderweg. En de 3 die hij heeft, die legt hij in zijn tentje. En daar zal hij het mee moeten doen. De volgende gaat open. Spinnen, ook nog geen probleem, want we hebben nog maar 1 keer spinnen. 14. We zijn nu nog maar met 3. 14 gedeeld door 3.
betekent dat wij allemaal 4 schatten gaan krijgen. En dan krijgen we een zwarte om het makkelijk te houden. En dan leveren we er eentje in. En dan hebben we er maar 12 verdeeld. En dan blijven er dus nog 2 liggen. Wederom wordt de vraag gesteld, gaat iedereen weg? Gaat iemand weg of gaat iedereen door? Nou, we zijn allemaal avonturiers, we willen meer. Een nieuwe val. Het is echt een push your luck game, zoals je ziet. Ze gaan door, er wordt een 3 opengedraaid. Iedereen krijgt er weer eentje bij. Ga je weg, ga je door. Nou, bijvoorbeeld deze speler zegt, ah, ik zie het niet meer zitten. Die gaat ook weg. Die pakt alles mee. De andere 2 spelers gaan vrolijk door. Deze speler heeft zijn schatten weer veilig gesteld. Als je weggaat, laat je de Ik ben er vandoor kaart naast je tentje open liggen, zodat de spelers die nog in het spel zijn. En nu ben je met z'n 4, dus is het redelijk overzichtelijk. Maar als je met 6-7 man bent, is het wel handig om dat te zien. Dat je kan zien dat deze spelers gewoon weg zijn. Wij gaan verder. Kijk, 7 gedeeld door 2. Nou, dat betekent dus 3 voor beide avonturiers. En dan blijft er weer eentje liggen. En we gaan verder. Het zijn 2 dappere jongens. 1. Ja, dat is lastig delen door 2. En we gaan verder. Hier 13 gedeeld door 2 is 6 voor elke speler. Ja. Wederom de vraag. Gaan jullie verder of stoppen jullie? Nou, deze speler zegt ook. Ja, ik durf het niet meer aan. En dit is een wikkel. Die gaat door. Dan gaat in zijn eentje weg. Dus hij hoeft weer niks te delen. Dus hij mag alles pakken. Stopt het allemaal in zijn tentje. En nog een val. En deze speler heeft te veel gegokt. Er wordt een 2e spin opengetrokken. Dat betekent dat we 2 keer dezelfde val hebben. Iedereen in de tempel gaat dood. Dat is alleen deze speler. Alle juwelen die hij had zijn weg. De val waar er 2 van zijn. In dit geval de spinnen. 1 ervan wordt uit het spel gehaald. De rest van de kaarten wordt weer gepakt. Er wordt een 2e beurt gestart. Er komt dus weer een artefact in. En er wordt weer geschud. En alle spelers gaan weer een nieuwe tempel in. De enigste manier om een artefact te pakken te krijgen is als jij de enigste speler bent die weggaat. Als er, we zijn hier zover. We zijn met de 9. We zitten nog alle 4 erin. Gaan er 2 spelers weg op dit moment. Dan nemen ze alles mee wat hier ligt. Als ze het maar door 2 kunnen delen. Zoals hier ligt er dan nog 1. Er zijn 2 spelers die hier langskomen. 2 kun je niet delen. 1 kun je niet delen door 2. Tenminste, dan moet je dat ding met een tang door midden knijpen. Dat doen we niet. Dus die blijft liggen. Er gaan ook 2 spelers weg. Dus ook het artefact blijft liggen. Gaat er 1 speler weg. Dan krijgt hij natuurlijk deze ene steen. En dan krijgt hij het artefact. Dus deze is alleen te krijgen als er maar 1 speler weggaat. En of die nou weggaat op het artefact zelf of verderop in de... In de tempel, dat maakt niet uit. Maar als er 1 speler zegt, ik ga weg. En op zijn weg terug ziet hij een artefact liggen. Pakt hij hem mee. De artefacts zijn 5 punten waard. De eerste 3 artefacts zijn 5 punten waard. En nummertjes 4 en 5. De kans dat je die allemaal krijgt is vrij klein. Die zijn 10 punten waard. En dan krijg je dus gewoon zo'n juweeltje in de waarde 5 erbij. En je legt het artefact naast je tentje. En dat is hoe het spel gespeeld wordt. Het spel Inken Gold. Het is echt een spel wat gebaseerd is op geluk. Dus is, ja, de tactiek is minim. Maar het leuke ervan is dat iedereen aan dezelfde geluksfactor onderhevig is. Ik vind daarnaast ook de tentjes er gaaf uitzien. Het is gewoon heel ja, simpel, maar een heel leuk idee erbij. Het artwork op de kaarten ziet er gewoon goed uit. En op de een of andere manier, ik ben echt, zoals jullie misschien weten, een hekel heb ik aan dobbelstenen en het geluk wat daaraan samenhangt. Maar dit spel is geweldig. Dit vind ik echt leuk. Het is gewoon kijken hoe ver kun je gaan zonder dat je doodgaat. En soms heb je geluk en krijg je bergen met goud. En soms heb je pech en ga je om de havenklap goud. En is degene die het meest voorzichtig is geweest, dit potje, de winnaar van het spel. Voordeel is, het is een snel spelletje en het is ook een heel simpel spelletje. Je kunt het met veel mensen spelen, dus het is leuk om het gewoon een paar keer achter elkaar te doen. Lekker die tempel in hollen, kijken of je naar buiten kan slepen en dan aan het einde je winst tellen. Ik vind het al met al gewoon een heel gaaf spelletje. Het is een lekker klein, simpel tussendoor spelletje. Het is precies wat ik ervan verwacht had. En ja, dat maakt het gewoon goed. Niet bijzonder,
wel zeer amusant. En het is ook leuk dat je het gewoon lekker met een grote groep kan doen. En dat je met z'n allen kan zeggen, we gaan gewoon kijken hoe ver we komen. En de een durft dat meer dan de ander. En soms is dat fijn. En soms is dat heel erg vervelend voor die persoon. Het krijgt van mij daarom een bescheiden 7.